midden van het bos. Daar woont Bram. Maar weet je, Bram die woont daar nog maar pas. Nog maar net 2 dagen. Weet je hoe dat komt? Nee. Hij is pas verhuisd. Ken je dat verhuizen? Ja. Dat wil zeggen, in een ander huis gaan wonen. Zoals ik eet was, ik ben vandaag verhuisd. Vandaag? Nee, ik ben maar weet je, Bram die woonde vroeger in een ander bos. In een ander huis natuurlijk ook, hè. En op een dag zei de mama en papa Egel, Bram, neem eens al je spullen bij elkaar. Alles inpakken, we gaan verhuizen. En Bram heeft alles bij elkaar gezocht. Zijn spullen, zijn speelgoed, netjes ingepakt. En nu zijn ze hier komen wonen, in dit bos. En ook zijn kleren. Maar weet je, Bram, hè, die vindt dit bos niet zo leuk als het bos waar hij vroeger woonde. En weet hoe dat komt? Nee. Hij kent hier nog niemand. Bram die heeft hier nog geen enkel vriendje. Hebben jullie vriendjes? Ja! Ah wel, en Bram heeft niemand. 0 vrienden heeft hij. Wel! Nul! En daarom zit Bram helemaal alleen te spelen. Kijk eens. Hij maakt poppetjes van kastanjes en eikels en stokjes. Oh, zei Bram. Van blaadjes. Dat is wel leuk, hè? Maar ik heb toch veel liever echte vrienden om mee te spelen. Want weet je wat ik graag doe? Nee. Ik speel graag verstoppertjes, hè, Bram? Nee. Maar ja, kan die helemaal alleen verstoppertjes spelen? Nee. Nee, dan moet je eerst tot 10 tellen en dan nu zelf gaan zoeken. Ja. Waar ben ik gestopt? Of tikkertje hoog, of tikkertje hoog. Ja, of tikkertje zo. Tik ik ben hem, tik ik ben hem, tik ik ben hem, tik ik ben hem, tik ik ben hem. Nee, we spelen er altijd. Ik wil, ja. Ja, maar. Ja, maar weet je dat? Ik wil graag vriendjes om mee te spelen, zei Bram. Mama, mama, zou ik in dit bos ook vriendjes kunnen krijgen? Ja, zeg mama. Ik denk het wel. Maar Bram, je moet een beetje wachten. Een beetje geduld hebben. Misschien kan je morgen in je nieuwe klas wel vriendjes krijgen. Oh ja, zei Bram. Dat is waar. Morgen moet ik naar de nieuwe school. Zal ik daar vriendjes krijgen? Ja! En wat moet Bram allemaal meenemen naar de klas? Boterhammen. Een boek. Fruit. Een boek. Kaas. Ja. En hij stopt alles. En een fles. Alles in zijn rugzak. En een fles. Hij stopt alles in zijn rugzak en hij stapt naar de klas. En dan drinken. En als hij in de klas komt, dan kijkt hij eens rond. Oh, wat een mooie klas. Oh, en zoveel dieren in mijn nieuwe klas. Oh, kijk, ging erachter een wit konijn. Zou dat wit konijn mijn vriendje willen zijn? Ja. Misschien wel. Nee. Maar eigenlijk is Bram een beetje verlegen. Nee. Hij zit zo op zijn bankje, zo.